Het was een kat-en-muisspel, het vangen van de 4 loslopende hangbuiszwijntjes in het Kuinderbos. Eerder vandaag ving boswachter Harco Bergman het eerste zwijntje, maar de andere 3 ontsnapten. Dus werd de jacht vanmiddag voortgezet, maar dat was lastig. Ze hebben korte pootjes, maar ze kunnen ontzettend hard rennen en ze zijn heel flexibel. En zodra ze in het bos gaan, onder zo'n bramenstruik of onder zo'n bos takken, ja, dan ben je kansloos. Dan moet je er weer omheen lopen en dan zijn zij alweer 20 meter weg. Het waren wel alle 3 tegelijk bij elkaar. Ja, we hadden ze nu even weer alle 3 bij elkaar en we moeten ze nu eerst maar even weer rust geven. En plotseling komt er weer een hangbuikzwijntje het bos uitrennen. Nou, er is nu eentje hier achter ons en 2 zijn nu hier vlak bij elkaar. Want ik ben er daar ook eentje kwijtgeraakt, die ging het bos in. Nou, die zitten nu binnen 100 meter, dus die vinden elkaar alweer. De 4 hangbuikzwijntjes lopen hier in het bos in band al een dag rond. Gisteren zijn ze voor het eerst aangetroffen door de bewoners hier van de Hopweg. Die gingen de hond uitlaten en troffen ze aan de overkant in het bospad aan. Al vrij snel gingen ze de weg over deze kant op. De sporen van de jonge biggetjes, de beestjes zijn zo'n 30 centimeter, zijn hier nog te zien. Nadat er een fuik werd gespannen, is er dus inmiddels één gevangen. We dreven ze een beetje op en ze kwamen binnen de doeken en ze twijfelden even. En toen kon ik er één in het schepnet kon ik hem vangen. En ja, die andere dieren gingen toen weer er vandoor. Van wie de diertjes zijn en wie ze heeft gedumpt, weet Bergman niet. Ik vind het ook een waardeloze actie. Ik bedoel, als je dan van die dieren houdt en ze krijgen jongen, dan zou je ze, en je wilt ze kwijt. Ja, de dierenambulance die heb ik nu gebeld en die heeft er ook opvang voor kunnen vinden. Dus ja, blijkbaar is het niet zo moeilijk om een plek voor te vinden. Maar is het wel heel makkelijk om ze hier achter te laten. Sorry. Geholpen door vrijwilligers van de dierenambulance waagt Bergman nog een poging als ze plots weer verschijnen. Maar even later stoppen ze de zoektocht. Ik zou zeggen, laat die beesten toch lekker gaan. Ja, dat zou je denken, maar het zijn natuurlijk geen dieren die in het wild thuis horen. Straks komen ze onder de auto of veroorzaken ze een ongeluk, dat kan natuurlijk ook. Dat mensen toch schrikken en remmen. Je weet ook niet wat voor ziektes ze bij zich hebben. Nou, ja, het zijn hoefdieren, dus ook onze wilde reeën zouden daar problemen mee kunnen krijgen. Dus, de jacht gaat nog even door. Ze moeten gewoon uit het bos. De zoektocht naar de 3 overgebleven hangbuikzwijntjes wordt morgen voortgezet.